Hallo allemaal, wat leuk dat jullie er zijn. Ja, het is even een verrassing dat ik hier sta. En ja, Pepijn die is helaas ziek. Dus het wedstrijdteam, dat schuiven we even op. Vanavond gaan we lekker live met Angelique. Maar voordat we gaan beginnen, moet ik eerst zeggen, we gaan beginnen. Ja, dat was dus inderdaad een verrassing. Ik heb er hartstikke veel zin in. En Angelique tegenover mij, die zit ook helemaal te popelen. Nou, ik weet ongeveer wat ze gaat doen. Dus ja, het wordt heel erg leuk. Ik weet zeker dat jullie onwijs gaan genieten. En ja, dat is veel leuks te doen. Dus ik ga snel naar de overkant. Snel naar Angelique en dan kan zij verder het woord doen. Angelique. Goedenavond allemaal. Leuk dat jullie weer kijken. Het was een verrassing dat ik hier vanavond zou zijn, dus ik ga jullie een onwijs leuk design laten zien op een Colourpop. Dat zou eigenlijk op een model zijn, maar nu een klein beetje aangepast. De techniek die ik jullie ga laten zien, dat maakt het allemaal goed, want het is nu eindelijk een manier om een ombre te maken op een hele snelle manier die eigenlijk altijd mooi is. Dus blijf zeker kijken. Ja, zij paast hem natuurlijk gelijk weer lekker terug naar mij. Ja, ik heb er nog wel wat even over te zeggen. Want ik zat net te kijken hoe Angelique bezig was. Ik heb natuurlijk eventjes tijdens haar voorbereidingen gekeken. Zij moest in één keer opkomen draven, dus dat moest ineens geregeld worden. En ja, het is echt een prachtige ombre die we gaan bekijken. Ja, ik heb hem nog niet zo snel zo mooi gezien. Ik heb het vaak geprobeerd. Ik heb ook vaak mensen geprobeerd te antwoorden die dan een beetje hetzelfde wilden proberen. Ik vond dat lastig om goed te adviseren. En ik denk dat we met z'n allen hebben gewacht op deze e-workshop van Angelique. Dus ik zou zeggen, Angelique, ben jij er klaar voor om te gaan beginnen? Ik ben er klaar voor. Oké. Sowieso gaan we vandaag alleen maar met blush werken. En dat is echt wel mijn grote liefde. Dus vandaar ook dat je deze techniek wel met gel polish kan doen. Maar ik raad je aan om het zeer zeker met blush te doen, omdat dat een stuk makkelijker is. Ik ga een Colourpop lakken. En een klein beetje bouwen. Heel veel hoeft niet, omdat er al een bolling op zit. En dat ga ik doen met de Cozy. Eens even kijken. Ik heb de Colourpop even afgenomen met Prep & Wipe. Ik heb hem niet of me afgebufft of dergelijke. Dat hoeft eigenlijk niet heel erg. En die ga ik gewoon lakken. En je moet het zo zien dat als je dit op een Colourpop doet, dan is dit gewoon voldoende. Dan breng je meteen je kleur aan. Ga je dit doen met op een klant, dan gebruik je eerst de glossy, zodat je in ieder geval een veilige laag hebt waar je op terug kan veilen. Hij is nu gelakt en hij is een heel klein beetje transparant, dus ik ga hem een klein beetje bouwen. En op die manier kunnen jullie ook duidelijker het effectje zien met de kleurstrakjes. Heerlijk om naar te kijken. Echt, het egaliseert gewoon onder je kwastje. Ja, en dat is echt wel de kracht van blush. Klein beetje verdelen en een beetje helpen, zodat hij vloeit naar waar je wil dat hij naartoe gaat. Dan gaat hij ondersteboven. Dan mag de camera even omhoog en dan kan je dus zien. Ook bij een Colourpop vind ik het dus belangrijk dat hij wel egaal is. Dus ook als je de voorbeelden maakt en het huiswerk instuurt, egaliseer hem dan ook even. En normaal zit je natuurlijk helemaal zo ondersteboven, maar met een Colourpopje is dat een stukje makkelijker. Gaan we hem egaliseren. Het is belangrijk dat je ondergrond helemaal strak is. Dus gewoon eigenlijk, je maakt een perfecte blushnagel. En die hard je uit voor 1,5 minuut. En als die dan uitgehard is, gaan we er acrylpoeder in strooien.
En de acrylpoeder zorgt ervoor dat de ombre makkelijker opgenomen wordt en dat die ook niet gaat vlekken. Nou, deze trend zie je natuurlijk heel veel nu op de socials. En dan wordt het eigenlijk alleen maar gecombineerd met gel polish. De reden waarom ik het dus nu met de blush doe, is omdat dat heel erg gepigmenteerd is. En dat werkt voor je. Op het moment dat je geen plaklaag meer hebt, omdat je bijvoorbeeld met power gel werkt, want dan kan je dit dus ook doen. Dan creëer je dus zelf je plaklaag op de gevelde power gel nagel. En dan kan je er een laagje blush op leggen of een laagje rubber base, als het maar wel een heel dun laagje is. Want je wil geen extra massa gaan toevoegen. En de acrylpoeder die je erin strooit, dat is gewoon de standaard clear acrylpoeder. Ja, dat is wel heel leuk. Ik vroeg inderdaad al aan Angelique voordat we net gingen beginnen. Van wat ga je dan precies doen? Wat is nou precies de truc? Ik ben gek op trucjes. Dus acrylpoeder wordt hartstikke interessant. Aan de ene kant is het best wel jammer dat we niet echt een model hebben waarop Angelique de nagels kan gaan bouwen. Maar aan de andere kant heeft ze wel weer een extra tip of een extra techniek voor jullie, die jullie toch ook weer mee kunnen nemen. En daar weer extra dingen mee kunnen doen. Dus het wordt een eventjes dat kleine beetje extra. Ik zag nog een klein oneffenheidje, dus die heb ik nog even aangetipt. Oké, wat ga ik hiervoor gebruiken? De acrylpoeder, en daar gebruik ik eigenlijk gewoon een colorpopje voor om die op te pakken en om te scheppen. En dat is makkelijk, omdat als je dat dus doet met je pusher, zit heel je pusher vol met acrylpoeder. Dus daarom standaard voor mij eigenlijk gewoon een colorpop. Die heb je toch bij de hand, daar ben je toch mee bezig. Hij moet nog heel even uitharden. Niet heel spannend. Wat ik wel in de tussentijd misschien kan laten zien, is mijn eigen nagels. En ik zei net al, ik ben heel erg fan van de blushes. En nu de nieuwe blushkleurtjes, die zijn echt geweldig. En daar gaan we strakjes, gaan we dus ook een ombre mee maken. En nu... Prachtig. Ja, dit is echt, ik ben zo fan van de nieuwe blushes. Buiten dat je er dus vandaag een ombre mee kan maken. En dat je nu ziet dat er een standaard natural nail treatment mee gedaan kan worden. Zou je hem dus ook nog kunnen gebruiken als een lak. En dan lak je hem één keer. Gebruik je hem in een standaard natural nail treatment. Dan gebruik je de nieuwe kleurtjes met een voller laagje glossy eronder. En daarna gewoon twee dunne laagjes kleur. Want dat heb je nu ook gedaan bij deze? Ja. Okay. En deze nagels die zijn eigenlijk gewoon compleet opgebouwd. Ze zitten wel al anderhalf, twee weken. Ja, dus jij had ze natuurlijk al langer. Prachtig. Hey, ja. Maar jij zegt als je dan als gel polish lakt, dan gebruik je één laag. Ja, je gebruikt dan één laagje, omdat het wel echt een bouwgel is. Dus zou je hem bijvoorbeeld gebruiken over de power gel, over een power gel nagel, dan kan je wel ook de kleur gebruiken. En je kan dan ook gebruik maken van de egaliserende eigenschappen van het product. Dus super. Alleen moet je er dan wel rekening mee houden dat hij wel echt dun gelakt moet worden. Dus omdat het een bouwgel is, maakt hij de nagel ook weer dikker. Heb je kleine oneffenheden, werk je dat wel weer op deze manier weg. Helemaal geweldig. Ik ben echt fan van de nieuwe kleuren. Ja, ik vind hem ook heel mooi. Ik heb hem zelf ook op inderdaad. Dus ik vind vooral deze ook prachtig. Even in de comments. Angelique, is misschien voor jou ook leuk om te weten. Nou, iedereen zegt natuurlijk beterschap voor Pepijn. En die gaat het niet laat maken vandaag. Dat weet ik zeker. Ik hoor andere mensen die ook ziek zijn. De zoon van Chrisje is ook ziek, hoorde ik inderdaad. En Anja zegt dat ze deze kleur toevallig ook heeft gezet bij een klantje. Dus er zijn wat leuke comments. Lees het thuis nog maar eventjes lekker terug. En gaan we lekker beginnen aan je volgende stap. Want ik ben ook wel nieuwsgierig. Zoals veel mensen. Oké, daar gaan we. Nou, we hebben hier gewoon de cozy. Niks bijzonders, gewoon gelakt. Klein beetje bolling toegevoegd. Dan ga ik met de acrylpoeder ga ik hem bedekken. En
die ga ik helemaal goed strooien. Overal, let er goed op dat er ook echt wel genoeg acrylpoeder zit bij de randjes. Het overtollige tik ik eraf. Ja, je mag hem niet aanraken natuurlijk nu, hè? Juist. En het aanraken doe ik nu niet met de Colourpop, maar wat ga ik doen? Ik ga met de grote dustbrush. Ja. Daar ga ik er heel zachtjes ga ik daar overheen. Want ik wil geen extra acrylpoeder op mijn Colourpop hebben. Ten eerste zou dat zorgen voor extra dikte in de nagel en dat wil je niet. Maar het moet echt maar een heel dun laagje zijn. En ik gebruik daar deze voor, omdat hij een hele lange haar heeft en heel zacht is. Dus op die manier kan ik hem zachtjes afvegen. En je veegt het er dan ook niet af, omdat de plaklaag van de blush gewoon goed en krachtig is, dat dat gewoon goed gaat. Nou, nu heb je je basisnagel, eigenlijk zoals je hem nu standaard zou bouwen bij je klant. Nu komt dus het leuke, nu gaan we dus de ombre maken. En let goed op, want hij is zo voorbij, want dat gaat heel snel. Dat is mooi. Juist. Ik heb hier mijn paper palette. En ik ga gebruiken de Plum Blossom. Dat is ook weer een van de nieuwe blush kleurtjes. En ik ga gebruiken de Cozy. En met de Cozy heb ik dus net de basisnagel gebouwd. En daar ga ik streepjes bij neerleggen op mijn color of op mijn paper palette. En dan is het belangrijk dat je paper palette schoon is en dat je een streepje trekt met weinig product. En niet een kloddertje, maar wel echt een streepje. En dat strijk ik helemaal uit. Iedereen vindt het heel spannend hoor. Luella zegt, ben benieuwd. Chrisje zegt, spannend dit. Het is zo tof. Ik vind het ook spannend. Oké. Oké, die heb ik nu neergelegd. Het is niet heel makkelijk te zien, maar ik denk dat het zijn erg lichte kleuren, maar er komt kleur bij. Dus ik heb goede hoop. Dan gaan we met de Plum Blossom. En die ga ik ook echt helemaal goed afstrijken. Want ik wil echt heel weinig product. En die ga ik ernaast, ga ik daar een streepje van bijleggen. De streepjes die raken elkaar niet. En het is echt een dun randje en een dun laagje. Dat is echt belangrijk. Leg je te veel neer, dan werkt het dus niet. Dus heel dun. En je kan ook zien dat hij her en der nog doorschijnt. En dan zit hij goed. Ja, vooral met blush ook. Hè. Deze kleuren zijn natuurlijk zo gepigmenteerd, dus niet veel nodig. En daarom werkt het dus ook het makkelijkst met de nieuwe kleuren. Oké, wat ga ik nu doen? Ik heb een make-up sponsje gevonden bij een drogist. En welke drogist, dat maakt op zich niet uit. En dat zijn deze make-up sponsjes. Meestal zijn ze recht, die zijn het prettigst. Je hebt ook van die eitjes. Dit werkt prettiger. Dus met zo'n make-up sponsje ga ik, dus deze, daar ga ik mee deppen. Ik begin aan deze kant van het streepje. En dat deppen, dat ga ik op deze manier doen. Als ik hem nu omhoog haal, dan heb ik hier een rechte lijn. Dat wil ik dus niet. Dus ik ga deppen, heen en weer. En dan ga ik een klein beetje naar boven en een klein beetje naar beneden. Klein beetje naar boven, klein beetje naar beneden. En dat ga je dus doen totdat deze vlek zeg maar helemaal al als een mooie blend ligt. Hetgeen wat je dus hier ziet, dat ga je strakjes creëren op de nagel. Dus die ga je meenemen en dan ga je goed omhoog en omlaag. En dan ga je zorgen dat je sponsje een beetje vol zit. En dan ziet je sponsje er zo uit. Er zit echt weinig product op. En dat is nogmaals de bedoeling. Dan ga ik dus nu met mijn Colourpopje. Als ik ga kijken, en dat is niet heel makkelijk te zien, maar het bovenste gedeelte, daar zit dus de Cozy. En hier zit de Plum Blossom. De blend, die heb je eigenlijk al gecreëerd op je sponsje. Dus het enige wat ik nu ga doen, en ik weet niet of ik dat zo kan laten zien. Ja, ja hoor, zeker wel. Ja hoor.
Ja, goed, super. Ja. Het is bijna Kenneth Camera hoe ik dit nu zit te doen, maar goed. Dan ga ik deze beweging maken. En als je nu kijkt, ik hoop dat hij hem ziet. Oh, dat zie je niet. Tamponeren. Gillian, die komt al naar je toe. Ja, je ziet het wel een beetje. Ja, je ziet het al een beetje. Maar Gillian komt naar je toe. En ik ga even de camera ietsje donkerder zetten. Zodat we het net iets beter kunnen zien. Mieke van Hoeien vraagt, hoe verzin je dit, Angelique? Intense liefde voor de blush. Dus ik probeer zoveel mogelijk dingen te doen met de blush. En daarnaast vind ik het ook echt onwijs leuk om te gaan kijken welke eigenschappen een product heeft en wat ik er daardoor mee kan doen. En waardoor het dus ook makkelijker is. Ja. Nou gaan we lekker verder. We zien het een stuk beter nu. Fijn. Nu ga ik dus van links naar rechts ga ik dus op deze manier ga ik hem rustig deppen. Als je zo dept, dan zie je eigenlijk al meteen een lichte kleur komen. En dat gaat in kleine stapjes. Het is niet heel duidelijk te zien. Ja, wel hoor, je ziet het wel. Ja? Zeker. Ja, zeker. Is mooi. Nou, deze overloop, dat is je eerste laagje. En die gaat nu voor 10 seconden gaat die in de lamp. Even fixeren. Juist. Ja, Lisette Schoenmaker zegt ook weer een nieuwe manier van sponsen met zo'n sponsje. Tamponeren heet het eigenlijk, of aeropuffing noemen ze het wel eens. Het is een hele aparte manier. Ik geloof dat ook de truc ook echt de acryl is, de acrylpoeder in de blush. Dat zie ik vaker voorbij komen. Ik had het helaas nog niet geprobeerd, maar het is echt prachtig. Cindy zegt ombre, ook dat kan met acryl. Dus ja, hebben we toch weer acryl nodig. Wendy Droppert vroeg, ik heb even gemist waarom de acrylpoeder erop zit. Nou, Wendy, laten we maar even naar Angelique toepassen. Die kan dat vast wel even vertellen voor ons. De acrylpoeder die zorgt ervoor dat de blush opgenomen wordt. Waardoor die gewoon beter blijft zitten. En daarnaast is het oppervlak niet helemaal glad door de acrylpoeder. En daardoor is het gewoon makkelijker. Anders zou je belletjes krijgen of streepjes of plekken waar het niet hecht. En dat heb je dus nu op deze manier niet. En daarom mik je de acrylpoeder in de plaklaag. En dan vervolgens kan je sponsen. Ik ga nu het tweede laagje doen. Ja, ik zat tussendoor hier zo op mijn telefoon te kijken. En Gil pakt mij elke keer in beeld. Hallo allemaal. Geeft helemaal niks. Ik denk dat het per ongeluk ging. Ik zit natuurlijk de comments even te lezen. Maar we gaan snel weer terug naar Angelique. Nou, ik heb mijn sponsje weer vol. Mag die weer naar de juist. En dan ga ik nu het tweede laagje doen. En je zal zien dat als je het tweede laagje doet, ik heb weer net gesponst op mijn paper palette. En die is nu zo. Dus heb ik een groter stukje meegenomen. En nu ga ik dus weer sponsen. En ik ga niet heel veel druk zetten. Ik ga heel zachtjes ga ik sponsen. En nu bij die tweede laag kunnen jullie het ook goed zien. Ik kon hem net al goed zien, alleen jullie nog niet. Ja, mooi. En nu heb je een hele zachte ombre. Ja, prachtig. Eigenlijk ja, zo snel als... ik kan echt een mooie ombre maken met Powergel. En met heel veel andere systemen, maar zo snel als dit, gewoon niet. Nee, inderdaad. En nu leg jij het ons natuurlijk uit. En nu ga je rustig laten zien waar je op die nagel staat. Maar laten we eerlijk zijn, als je hier dit in de salon aan het doen bent, dan ga je natuurlijk op de vijfde versnelling. Nee, dat is juist langzaam. Maakt niet uit, dan ga je vaak een stuk sneller dan dat wij het natuurlijk hier demonstreren. Hè. Dus in de salon ben je lekker bezig en dat gaat achter elkaar. Ik heb een hele interessante van Daisy Vonk. En zij vraagt, heb je acrylpoeder in verschillende korrels? Want het wordt ook gebruikt voor sugaren. Maar is dat gewoon hetzelfde? Nou, Daisy, het leuke is dat je inderdaad met acryl ook kunt sugaren. Als je dat in een gel legt en voordat je hem uit gaat harden daar acrylpoeder in sugert, dan krijg je ook een soort matte lijnen. Alleen gebruik je hem dan in sugar effect, dus dan is een product nog niet uitgehard. De acryl gaat er overheen, trekt in die gel en dan hardt hij eigenlijk uit en wordt het een mengsel van acryl en gel. En wat Angelique nu aan het doen is, ze heeft alleen gezorgd dat er een heel klein beetje op de plaklaag van het product is achtergebleven van de acryl. Dus dat is vele malen minder acryl wat je gebruikt. Je hebt wel verschillende soorten acryl, want we hebben ook de reinforcing powder. Voor de mensen die dat niet kennen, dat is een acryl die net even een korrel
fijner is. Ik weet niet of, Angelique, of je dat daar hier ook voor kunt gebruiken. De reinforcing powder, ken je dat? Ik neem aan dat je eigenlijk alles ervoor kan gebruiken wat ervoor zorgt dat het een poreus oppervlak wordt. Ja, goeie. Dus dat zou sowieso wel kunnen. Ja, dan heb je inderdaad een fijner product wat je ook dan kunt gebruiken. Misschien dat dan het oppervlakte nog gladder wordt, al vind ik dit echt super glad. Ik heb geen idee, heb je reinforcing powder in huis? Zou ik het zeker uitproberen. We hebben het trouwens verkrijgbaar in een potje en in een spray. Dus je kunt daar ook een keuze in maken. Ja, en nogmaals, wat heel erg belangrijk is, is dat het laagje waar je de acrylpoeder in gooit, dat dat wel echt heel dun is. En daarom gebruik ik het liefst dus de plaklaag van de blush. Want het moet ook echt, als je zeg maar, we hadden het net over de je kan er ook een sugar look mee maken of een zo'n truien design. Knitted sweater juist, weather van Henriette inderdaad. Ja, en dat is onwijs gaaf, alleen gaat het dan in een dikkere laag en dan wordt hij ook grover. Dus het is wel echt belangrijk dat je met deze techniek echt wel een hele dunne laag aanbrengt. En daarom stof ik hem ook tussendoor nog af met de dustbrush. Die lekker ook in beeld stond. Ja. Hey Angelique, ik heb hier een opmerking die ik graag even met je wil delen. Van Lak Je Nagel. Uit mijn hoofd is dat Linda. Als ik hem goed onthouden heb. Ja. En zij zegt, ik had gisteren nog een superleuke en leerzame les van Angelique. En mijn model zei in de auto dat ze mijn docent zo'n knappe vrouw vond. Oh. Dacht, wel leuk dit met je te delen. Oh, nou, ik denk dat het hartstikke leuk is. Iedereen is onder de indruk, Angelique, van jouw ombre. Sylvana bijvoorbeeld vindt het zo cool. Prachtig effect, zegt Cindy. Cheryl zegt datzelfde ook. Ik ga even verder de comments lezen en dan kun jij ook verder met je design. Ja, super. Nou, als jullie nu meekijken, dan heb je nu het effect van twee laagjes met het sponsen. Als je dit genoeg vindt, dan zou je hem nu kunnen gaan aflakken met een laagje base en top eronder. Wil je hem nog iets intenser, dan zou je dus nu nog een laagje kunnen bijleggen qua kleur. Maar dan moet je dus wel eerst weer de acrylpoeder daarin doen. Want nu is het oppervlak is niet meer ruw. Dus wil je extra kleur, dan ga je ook weer een extra laagje acrylpoeder ertussen doen. Nou, dit plakt gewoon, omdat na het sponsen plakt hij weer. Dus kan er weer een laagje acrylpoeder overheen. Weer afstoffen. En dan uiteindelijk kan je weer nog een extra laagje kleur aanbrengen. En dan bouw je de intensiteit op. Ja, en dat ga ik nu niet doen, want ik vind hem zo heel erg mooi. Vooral in het blush concept vind ik de zachte kleurtjes leuk om dat te combineren. En dan zou ik per hand zou ik één laagje of één nagel zou ik doen op deze manier. En de andere zou ik dan bijvoorbeeld gewoon op met cozy doen. Ja. Nou, nu egaliseer ik de nagel met base en top. En dat is niet omdat hier dikte is gekomen door de kleur, maar dat is echt vanwege de acrylpoeder. Dus die egaliseer ik nu. En dan kan je eigenlijk al heel goed zien. Ja, nou is die al mooi glad. Ja. En dit is echt zo vloeiend als de ombre er nu uitziet. Dat is bijna niet te doen met überhaupt een lak. Nee, het is echt super mooi. Ja. Angelique, jij mag hem even uitharden. En dan heb ik tussendoor nog een vraag voor je. Want Magnifique die vraagt, werkt dat nou ook hetzelfde met babyboom? Of moet je nou echt alleen maar donkere kleuren gebruiken? Ik moet heel eerlijk bekennen dat ik zou eigenlijk volgende week zou ik deze workshop geven. En volgende week was wel mijn bedoeling om het ook al uit te proberen met een babyboom. Want dat zou het natuurlijk wel heel erg makkelijk maken. Nou denk ik zelf dat als je bijvoorbeeld de Dreamy gebruikt, dat die niet genoeg gepigmenteerd is. En nou ga ik daar zelf een beetje mee experimenteren met pigmentpoeder white. Misschien dat dat lukt. Misschien dat jullie me voor zijn en dat jullie het al kunnen gaan proberen. En dan zie ik ze heel graag in de show. Want ik denk dat dat ook wel mogelijk moet zijn. Zeker als je
een warm roze tint eronder zet. Ja, dus dat je eigenlijk je roze wat minder koel is, dus wat warm inderdaad. Ja. En misschien dat je het Blush Dreamy kunt aanlengen met Liner Gel White misschien. Er zit natuurlijk heel veel wit pigment in. Of even mengen met Gel Polish Whitest White. Maak je misschien wat, wat witter mee. Misschien alleen met Whitest White. Nou, Angelique gaat het in ieder geval uitproberen. En ja, jullie hopelijk ook. Teuntje vraagt, kun je hem voor de ombre ook mat lakken? Dus in plaats van dat laagje acryl? Nee, dat zou ik niet doen. Omdat een matte lak, die neemt vrij weinig product meer op. En dat doet de acryl dus wel. Maar ik snap wel dat je dat denkt. Omdat het een, dan wordt het natuurlijk ook een stugger oppervlak. Dus daar heb je wel het voordeel mee dat het niet meer glad is. Alleen hij neemt geen product meer op. Dus ik zou alsnog wel echt de acrylpoeder zou ik dan daarin strooien. Ja, en ja, zeker. Ik ben het helemaal mee eens. Zou ik zeker doen, want dat is juist de truc. Hè. Dat korreltje, dat doet iets met de ondergrond, waardoor het makkelijker wordt om die ombre te maken. Inderdaad, die zuigt echt die kleur aan, waardoor je niet die vlekken krijgt. Dus ik zou het zeker proberen met een beetje acryl. Lisette vraagt, je hebt er nu dus blush onder gedaan, maar zou dit bijvoorbeeld ook kunnen met een laagje rubberbase? En dat je daar dan de acryl in strooit? Dat zou ook kunnen. Maar dan wel, als je de rubberbase aanbrengt, dan zou ik wel echt niet uit het potje lakken. Maar dan zou ik wel echt met een kwastje, of met een penseeltje, zou ik hem echt lakken en heel dun. Want de rubberbase is natuurlijk ook heel dik en heeft ook een hele heftige plaklaag. Dus als je hem daarvoor zou gebruiken, zou ik wel zorgen echt heel dun. Maar dan kan het wel. Ja, ik heb allemaal vragen. Ik denk, ik lees er rustig doorheen, maar er popt van alles omhoog. Suzy die vond het al een geweldig resultaat, dus het is wel leuk om even te weten. En Daisy vraagt nog een keer, had je hem dan ook weer uit als je weer een laagje acrylpoeder doet? Volgens mij wel, hè? Als je de acrylpoeder erin hebt gestrooid, hoef je hem niet uit te halen. Oké, sorry. Je haalt alleen de borstel eroverheen en dan kan je meteen gaan sponsen. Ja. Nou, ik zie allemaal leuke dingen voorbij komen. Iedereen vindt het echt prachtig. Volgende week ook de Easy Ombre, vraagt Gemma. Die ziet dat wel gebeuren natuurlijk, snap ik. Ik zou zeggen, Angelique, ga lekker verder. Ik ga nog even door de comments heen kijken of ik nog wat antwoord kan geven. En ik weet zeker dat jij ook weer terug gaat lezen. Dus ik zou zeggen, pak maar lekker door. Ik ga zeker teruglezen. Ja, we gaan deze even bekijken, ja, denk ik, voordat ik met Marido begin. Nou ja, dat. Ik heb hier het eindresultaat. En zoals je ziet, het was eigenlijk zonder moeite heb je nu echt een hele mooie ombre. En als je deze combineert in een setje met allemaal cozy nageltjes en dan twee van deze erbij, ja, het is gewoon prachtig. En dit is zeg maar een beetje de basis. Prachtig. Ja, en hierna gaan we dus nog meer leuke dingen laten zien. En extra, extra gepimpte nagels, maar dan wel op deze manier. Oeh, ik ben echt benieuwd. Ik weet natuurlijk al lang wat er gaat komen. Dat wordt hartstikke leuk. Maar voordat we verder gaan, gaan we natuurlijk eerst even kijken wat nou exact het huiswerk is. Ben ik heel benieuwd naar. Dat is, alsof ik het voor het eerst lees, ja. Maak op 5 tips een ombre. Dus dat mag, moet op tips, een ombre met een getoonde techniek. Plaats bij minimaal 2 tips glitters bij de cuticle. Nou, de set moet dus wel bijpassend zijn. Dus je moet goed op je kleurgebruik letten om te zien of dat dan om goedgekeurd te worden, zeg maar. Dus wij zijn erg benieuwd naar die mooie set die jullie gaan maken. Er zijn natuurlijk wel een aantal regels waar jullie aan moeten houden. Je hebt zoals altijd dus 2 weken, dat betekent tot 9 oktober, om je huiswerk in te sturen. Dat huiswerk kun je insturen via de link, die staat in het album Easy Ombre. Nou, die link die kun je vinden op onze Facebook-pagina natuurlijk, Facebook-groep. Als er verbeterpunten zijn, neemt Jessica natuurlijk contact met je op, zoals altijd. En mocht het nodig zijn, dan krijg je natuurlijk ook nog een herkansing. Dus je leert er altijd heel veel van. Wat dus heel belangrijk is, is altijd om je step-by-steps mee te sturen. Eventjes tussendoor een stuk of 3 foto's is vaak genoeg om even te laten zien wat je nou precies gedaan hebt. En dan kunnen we kijken wat daar fout in is gegaan. Of kunnen we juist leren en geïnspireerd raken naar hoe jij dat hebt gedaan.
Nou, het is natuurlijk altijd het certificaat wat je kunt winnen. Want dat is een prachtige prijs natuurlijk. Op het moment dat je huiswerk is goedgekeurd. Maar voor de beste drie, de top drie, is er ook een hele mooie prijs te winnen. En dat zijn deze colored blushes uitgekozen door Angelique herself. Degene die zij heel erg mooi vindt. Ik zou niet kunnen kiezen, dus hebben ze gelijk gewoon alle vier een basisblush erbij en drie mooie gekleurde blusjes. Eentje met glitters natuurlijk. Superleuk. Dus ik zou zeggen, inzenden met die hap. Ik ben ook weer erg benieuwd naar jullie resultaten. Het kan niet anders dan dat dat heel mooi is. Nou, vandaag hebben we natuurlijk Angelique en volgende week ben ik er, want het programma is een beetje door elkaar geshuffeld. Dat betekent dat het wedstrijdteam pas 23 oktober er zal zijn. Over het competition team natuurlijk. Dus zorg dat je er dan weer klaar voor zit. Oh, ik ben allemaal dingen tegelijk aan het doen. Zorg dat je er dan weer klaar voor zit. Ik ben de volgende week met iets wat ik nog niet precies weet. Maar dat heb ik natuurlijk vandaag doorgekregen. Dus ik ga even wat leuks verzinnen voor jullie. Wat leuk is om te doen. Dus help me. Geef een beetje suggesties. Wat zou tof zijn? Ik hoor het wel. De week daarna op 9 oktober, dan is de beurt aan Deborah. En Deborah gaat een super toffe nagel laten zien, de underlay nagel. Nou, ben je nou benieuwd wat dat is? Dan kijk mee op maandag 9 oktober. Daarna is het de beurt aan Magda. Superleuk natuurlijk ook dat zij in Nederland is. En zij gaat ons 3D designs laten zien. 3D designs van Magda. Ja, ik heb er hartstikke veel zin in. Leuk. Het wedstrijdteam natuurlijk, dat eigenlijk vandaag zou zijn. En dan Cheryl, ik heb geen bril op. Cheryl die gaat Crystal Mania doen. Oeh, wauw. Ik had hem er nog niet eerder bij zien staan, maar ik ben heel erg benieuwd. Het klinkt als rhinestones bevestigen. Ik ga even morgen met Cheryl praten, denk ik. Kijken wat het plan is. Maar ik zou zeker kijken, want iedereen is natuurlijk gek op crystals. Dus zorg dat je erbij bent. Wat je ook niet mag vergeten is natuurlijk het product van de maand, Power Gel. Die kun je dus de hele maand shoppen met 20% korting. Geldig tot en met 30 september. Lekker nog even die 20% korting. Het is net of het open huis op de Power Gel product is. Dus lekker aan gaan schaffen, zou ik zeggen. En we gaan weer terug naar Angelique, denk ik, want die zit mij met grote ogen aan te kijken, zo langs de camera, van mag ik weer? Angelique, pak mij lekker door voor het tweede design. Ja, ik heb je net een onderrug laten zien met één kleur, maar dat kan je dus ook met twee kleuren doen. Nou, hoe leuk is dat? En dat gaat dus ook op dezelfde manier en dus ook zo snel. Ik heb in de tussentijd een Colourpop gelakt met de blush Cozy. Dat zou je in principe met iedere lichte kleur kunnen doen. Cozy, dreamy, zelfs de lovely zou kunnen. Zorg wel voor een lichte kleur. Werk je met Power Gel, dan zou ik de Power Gel White pakken om dan de nagel mee te bouwen. Werk je met de Fibercoat White. Dus zorg wel voor een lichte basis, want anders zie je de kleur er niet goed doorheen. Dan gaan we net als daarnet, gaan we ook weer met de acrylpoeder in de plaklaag. Lekker strooien. Juist. Ik zorg weer dat ik alle kantjes weer goed meeneem. Ik tik het, wat er veel is, tik ik eraf. En dan ga ik dus weer, zonder uit te harden, met de borstel er overheen. Meteen even de tafel mee. Ja, dat heb je dan. Juist. Dit is je basis. Dan gaan we weer op het paper pallet. Gaan we met twee kleurtjes. En dan nemen we de blauwe. En dat zijn de neon blushes. En daar ga ik ook weer een streep van neerleggen. En die doe ik ook weer helemaal uitspreiden. Angelique, mag het huiswerk ook op Colourpop of op nagels gedaan worden in plaats van Colourpops? Even een klein vraagje tussendoor. Ja, dat mag. Alleen dan zou je dus wel ook echt wel 10 keer een ombre moeten maken. Maar dat mag wel, is juist heel leuk. Ik ga vanavond mijn foto posten met het setje. En dat is ook echt 10 keer een ombre. En ik weet zeker dat als je dat maakt qua huiswerk en je dat op je socials neerzet, dat al je klanten het willen. Want het is echt online stof. Dus dat mag zeker. Ja, ik wilde wel even een kleine vermelding bij doen. Als jullie meekijken, jullie technische nagels daaronder worden
niet bekeken worden, daar worden jullie niet op verbeterd. Dus die nagel daaronder moet dan ook wel mooi gebouwd zijn. We kunnen daar helaas niet echt doorheen kijken. Dus mocht de nagel nou helemaal mislukt zijn, doe het dan alsnog lekker op een kolenpop. Dan weten we zeker dat je voor het huiswerk slaagt. Nu ben ik op zoek. Oh ja. Wat zoek je? Ja, ik heb natuurlijk geen voorbereidingstijd gehad. Welke zullen we eens nemen? Ik heb nu gewoon, je hebt keuzestress. Ja, ik voor de pink? Ga ik voor de coral? Eens kijken, wat is leuk? Ik ga voor de coral. Want die is toch wel geweldig. Oké. Weer weinig product aan het kwastje. En dan ga ik die streep, dat kan je nu natuurlijk wel een stuk makkelijker zien. Die ga ik weer daaronder leggen. Het is niet zo heel erg als deze elkaar raken. Alleen wil ik dus geen blauwe blush aan dit kwastje. Nee, snap dus ik hou wel het. Een beetje afstand. En het verschil is nu, dat nu zijn het twee dunne streepjes. En dat was voor de net, was dat gewoon goed hier. Nu wil je wel een bredere streep. Daarom is de blauwe is ook al breder. Want nu gaan we dus de hele nagel gaan we bedekken. En dan krijg je dus een ombre met twee kleurtjes. Oké. Dan ga ik weer sponsen. Nieuw sponsje. En dat ga ik ook weer op dezelfde manier doen. Ik zet hem eerst neer. En dan ga ik een beetje naar boven en een beetje naar beneden. Naar boven, naar beneden. En ik ga net zo lang sponsen totdat deze laag die ik hier zie eigenlijk egaal is. Hier zie je er vlekjes in. Als je zo gaat sponsen, ja, belletjes, dan gaat het dus niet goed. Hoe kwam dat nou precies? Omdat je de hart erop ging? Omdat ik daar nog niet vaak genoeg heb gesponsd. Oh, want dan ligt er te veel product. Net als hier. Dan loopt die niet lekker over. En als je nu gaat sponsen, dan krijg je dus ook geen mooie ombre. Dus je moet hem wel echt even naar boven en naar beneden. Zodat je hier een mooie ombre hebt liggen. En die heb je hier automatisch dan ook. Lisette Schoenmaker, eventjes tussendoor. Hè. Vroeg trouwens of je met de fluffy brush zeg maar de acrylpoeder kunt wegvegen van de plaklaag. Dat kan. Ik ga in de tussentijd nog even. Ga maar door. Ga maar door. Dat kan. Alleen vind ik het veiliger met een grotere kwast of grotere borstel, omdat je daar minder kracht mee zet. Ja. En ik wil echt dat de acrylpoeder wel, al het restant moet er wel af. Maar ik mag geen kracht zetten, dus vandaar gebruik ik die. Maar zeker, het kan, maar dan heel zachtjes. Oké. Nou, ik heb hem nu. Op deze manier heb ik hem vast. Ik ga dus kijken waar is mijn overloop, want die wil ik dus nu gaan mikken. Want de nagel wordt aan de bovenkant blauw en aan de onderkant wordt hij roze. Logischerwijs, als ik hem hier neerzet, krijg ik natuurlijk geen goede ombre. Dus je moet wel goed in het midden. En dan rol ik hem er eerst even op om te kijken, zit mijn kleurtje goed, gaat dat goed? Nu ben ik tevreden met mijn verdeling en dan weet ik ook dat deze hoogte kan ik aanhouden. En dan ga ik weer stempelen. Deze kleurtjes van de neon blushes, die zijn minder gepigmenteerd. En daardoor zal je dus nu drie laagjes moeten aanbrengen, terwijl je bij de nieuwe blushes het redt met twee. Ja. Het grote verschil is nu dat ik wil nu een hele nagel bedekken. Dus op het moment dat ik hem zo eroverheen dep, kom ik misschien net hier aan de onderkant of aan de bovenkant, kom ik net iets te weinig qua kleur. Als je dan je sponsje een beetje kantelt, kan je nog wel net dat laatste stukje op deze manier zeg maar een beetje aantikken. Ja. En dat doe je dus ook aan de bovenkant. Dat is de reden ook daar waarom jij dit sponsje gebruikt, omdat die op die hele nagel past. Ja, deze past op de hele nagel en de Aeropuff sponsjes, die passen er niet op. En dan kan je dus geen mooie blend maken. Dan kost het denk ik wat meer moeite. Ja,
En je moet sowieso twee kleurtjes op het sponsje krijgen. En die moet je dan ook nog eens goed heen en weer kunnen halen. Dus het kan, maar het is moeilijker. En dit is natuurlijk de easy ombre. Dus dan maken we het onszelf ook helemaal makkelijk. Nou, nu heb ik het eerste laagje heb ik aangebracht op een Colourpop. En het spreekt voor zich dat als je dit doet, dat het ook op de huid komt van de klant. Tenzij je dus echt zeg maar het hoekje gebruikt om heel precies zo te gaan sponsen. Het kan. Maar voordat je dus de lamp in gaat, haal nog wel even de restanten weg met polish corrector. En je mikt er natuurlijk op dat het niet gebeurt, want je wil niet dat het product op de huid komt. Maar het kan dus wel gebeuren. En daar heb je dus ook echt je polish corrector bij nodig. Deze gaat nu 10 seconden gaat hij in de lamp. Oké, dan heb ik even een vraagje tussendoor. Hè. Staan de sponsjes bij de nieuwe Nail Art producten? Syriza vraagt Rachel, de nageldame, ik moest even denken. Nee, dat heeft ze gewoon bij de drogist gekocht. Dit is een sponsje voor de snelle Nail Art. Maar misschien moeten we ook wel eens van die sponsjes gaan. Dan misschien dan nog langer. Gaan we onthouden. Wendy vraagt, zou je de blush niet licht op het sponsje direct kunnen aanbrengen en dan deppen op de nagel? Nee. Want je bent nu heel veel moeite aan het doen op je paper pallet om een heel klein beetje te gebruiken. En als je meteen met het kwastje op het sponsje gaat, dan komt er veel te veel product. Daarnaast wil je dat hij al blendt op het sponsje. En als jij het product meteen op het sponsje aanbrengt, dan krijg je hem dus niet goed geblend. Nee, dan moet je dat op de nagel gaan doen. Juist. Ja, en dan krijg je dus vlekken en dan krijg je die harde lijnen erin die je dus juist niet wil hebben. Oké, nog een vraagje. Kun je de sponsjes vaker gebruiken of gooi je hem na één keer weg? Normaal heb ik van die soort met van taartpuntjes. En die kan je dus aan drie kanten gebruiken. Drie kanten met verschillende kleuren. Dat zou kunnen. Aan aanrader is het niet. Want als je hem gaat bewaren, dan daar komt stof op. Het blijft niet heel erg schoon. Dus ik zou hem gebruiken, zeg maar, wel voor verschillende nageltjes in één behandeling of op één dag. Maar ik zou hem niet nog bewaren en daarna weer pakken. Dan zou ik gewoon een nieuw sponsje pakken. Ja, goede tips. Ja, ik denk ik laat jou antwoord geven. Want de een denkt er zo over en de ander zo. Maar ik ben het helemaal met je eens, Angelique. Ik ben in de tussentijd, ben ik alvast weer... Oh. Daar zie je helemaal niks van. Ondertussen. En ik kan vast een nieuw laagje met de acrylpoeder aan het aanbrengen. En die gaat dus ook weer zonder uit te harden, gaat die weer met de borstel, gaat het eraf. Nu ga ik weer sponsen, zodra ik het kan vinden. En dan ga ik eerst weer deze opnemen. Dan ga ik weer van boven naar beneden. En dan gaan we voor de tweede laag. Nu zien jullie hem heel licht. De tweede laag wordt altijd meteen een stuk duidelijker. Ja, nou zien we echt blauw. Juist. En die ga je weer zachtjes sponsen. Bovenkant doe ik hem iets omhoog. Hier lift ik hem iets naar beneden. En nu heb je toch een hele mooie ombre. Die gaat weer even in de lamp. 10 seconden is in principe genoeg, want je gaat hem alleen vastzetten. En het is zo'n dun laagje, dus dat redt hij wel. Als je hem nu leuk vindt, zou je hem nu weer kunnen aflakken met deze top. En daarnaast de prime finish of een topgel naar keus. Ik wil hem nog iets feller hebben. Dus dan gaan we nog een keer. Nou Angelique, weet je wat we gaan doen? Want we hebben zoveel wat we jullie nog willen laten zien. Jij gaat nog een derde laag aanbrengen. Dan kunnen wij straks het eindresultaat zien.
En in die tussentijd wil ik jullie eigenlijk even iets laten zien. Want zoals jullie weten zijn Pepijn en Gillian natuurlijk voor 2 dagjes, anderhalve dag moet ik eigenlijk zeggen, heen en weer gevlogen naar Denemarken. Om voor Henriette, dus bij Henriette, samen een heel mooi nieuw product te lanceren. Voor de mensen die het nog niet gezien hebben. Is het een verrassing? En voor de mensen die het wel gezien hebben, gaan we nog eens eventjes kijken wat dat nou precies was. Dus ik zou zeggen, start de video maar, Gil. Ja, prachtig natuurlijk. Henriette, haar eigen penseel. Een super stoer penseel, wat net iets langer is als Jessica's Choice. Maar tegelijkertijd ook net iets dunner. Dus je hoeft niet meer je penseel helemaal tailor-made te behandelen. Dus je hoeft niet helemaal te knippen en in vorm te brengen als je dat vooraf al deed. Dit is echt een super scherp penseel voor mega dunne lijnen. Dus hartstikke leuk. Nou, wat ik net al vertelde, Pepijn en Gillian, die zijn natuurlijk daar geweest om het penseel, in Denemarken geweest om het penseel te lanceren. En daar heeft Gil natuurlijk ook weer, anders zou die Gil niet zijn, een prachtige video van gemaakt. Die ik nu ook voor het eerst ga kijken. Dus start die tweede video ook maar gelijk in, Gil. Ja, prachtig plek natuurlijk, daar in Denemarken. Hartstikke jaloers, wat had het leuk geweest om ook dat nog eventjes van je wishlist af te vinken. Maar wie weet, in de toekomst, prachtig mooi feest. Je zag haar man ook token voor de mensen die hem kennen. En een heleboel nagelstylisten die natuurlijk super enthousiast waren. Ja, super tof. Henriette, congratulations if you're watching. Gefeliciteerd natuurlijk Henriette met een mooie penseel. Ja, wie wat minder fijne penselen nodig heeft gehad vanavond, dat is natuurlijk Angelique. We gaan weer naar de overkant en dan gaan we eens even kijken hoe ver zij inmiddels is. Nou, ik heb hem inmiddels voor de 3e keer heb ik hem gesponst. En ik heb er een laagje base and top overheen gedaan. Die ga ik heel even uitharden. En dan ga ik jullie het verschil laten zien. Dit is natuurlijk echt geweldig en zo vloeiend. En toch ook 2 kleuren op 1 nagel. Ja, ik word er heel blij van. En dat kan je natuurlijk ook met alle andere blushkleurtjes kan je dat doen van de neons. Nou, nu is die echt onwijs leuk. Prachtig ik ga hem hoor. Ook, ja, ik word hier zo blij van. Ik ga hem je ook laten zien hoe die eruit ziet als die mat is. Dus nu is die glanzend. Dan gaat hij heel even in de lamp. En dan ga ik op zoek naar mijn matte top. Ja, ik heb nog eventjes een vraag die ik wel ga beantwoorden. Hoor. Dus Angelique, kijk maar heel eventjes waar jouw matte top jou is, anders ga ik het dadelijk op zoek. Er wordt gevraagd ook, hoe lang doe je er nou over? Wat vraag je er nou precies voor? Nou ja, zoals jullie net met 2 kleuren zagen, duurt het natuurlijk net iets langer. Maar een ombre kost altijd veel tijd. Maar je krijgt hem nooit zo perfect als dat Angelique hem nu gekregen heeft in die relatief korte tijd. Stel je voor dat je als je een babyboom gaat maken op de manier zoals Angelique de eerste keer liet zien, hè? Dus alleen met de kleuren onder vooral, dan moet je rekenen dat je daar 10 minuten langer mee bezig bent ongeveer. En daar vraag je dan maar zo'n €15 extra voor, vind ik zeker wel mooi op de prijs. Dus €15 voor zo'n 10 tot misschien 15 minuten langer. Zo zou je hem even moeten bekijken. Reken gewoon een eurotje per minuut, zit je eigenlijk altijd goed. En het is, je hebt relatief weinig product nodig, dus noteer dat op een lijstje als je dat hebt. En laat het je klanten weten, vertel het gelijk in je prijslijst. Dan heb je nooit meer een discussie over wat dat moet kosten. Dat is handig.
Het is natuurlijk de ideale manier om hem nu zeg maar op een snelle manier te kunnen aanbieden. En voorheen, als ik zeg maar een ombre moest maken met gel polish, dan kreeg ik het altijd een beetje benauwd. Want ik kan het wel, alleen het duurt lang. Dus op het moment dat je dan gaat kijken wat je daarvoor moet vragen, dan is het gewoon niet meer reëel om überhaupt je tijd eruit te kunnen halen. En op deze manier is het juist een manier om extra inkomen te creëren voor iets wat juist heel snel gaat. En eigenlijk ook altijd perfect. Leg ook absoluut je voorbeelden neer in je salon. Omdat dit is ook echt wel iets waar je mee kan showen. En ook als je alleen maar blush zet zonder af te lakken, zonder heel hard en dergelijke, dan is dit misschien iets in een zachte tint wel wat jouw klant aanspreekt. Dus echt voorbeeldjes neerleggen. Dat loopt echt heel goed. Ik heb hem afgelakt in mat. Ja. En zo is die dan mat. Prachtig. Nou, het is wel echt heel erg mooi. Wat wij natuurlijk zien, Angelique, en misschien zie jij dat niet helemaal, omdat wij hebben natuurlijk het beeld heel dichtbij. Op een paper pallet zitten altijd net wat stofjes aan de bovenkant. Ja. 9 van de 10 keer. Ja. Wat ik altijd deed, is de eerste paper pallet eventjes afnemen met een nail wipe. Beetje prep en wipe. En dan haal je die laatste stofjes eruit. Dan tamponeer je er ook niet doorheen. Dus dat is eventjes een handige tip. Ik zie ze nu amper hoor, want hij is mat natuurlijk, dan valt het ook gedeeltelijk weg. Ja. Maar hij is prachtig, kleuren lopen super mooi in elkaar over. Ja, dat krijg je met gel polish en een ombre penseel niet voor elkaar zo snel. En dan moet ik ook zeggen dat als je dit gaat doen, dan zit je meer met je kijkt meer op je nagel die je aan het creëren bent. Nu heb ik zoveel licht hier. Ja, je ziet het haast niet. Ik ben eigenlijk een beetje blind. Ik zo aan het... Zie je ook niet. Dat klopt. Zo. Nou, maar Angelique, mensen vinden het echt geweldig mooi hier zo. Ik hoor team mat, maar ik hoor ook glans heeft mijn voorkeur. Dus het kan allebei natuurlijk. Ik vind mat ook echt prachtig hoor. Maar ja, goed, de glanzende ook mooi. Mat is heel erg leuk als je daarna nog eroverheen gaat arten. Ja, precies. Echt heel leuk. Ja, cool. Nou ja, ik zou zeggen, je hebt er natuurlijk nog eentje voor ons. Ik heb er nog één. Dus daar willen we alvast wel eventjes wat van zien. Het is de laatste tip die je hebt, hè? Ja. Dus we gaan hem eventjes leuk door de helft splitten. En in die helft ga ik jullie nog even wat prijswinnaars geven natuurlijk. Dus blijf eerst nog maar eens even een klein stukje kijken naar Angelique. Juist. Jee. Ervan uitgaande dat dit dus de nagel van de klant is, ga ik dus nu wel... duidelijk vertellen, eerst de blush glossy eronder. Die heb je echt nodig op de nagel van een klant. Want, wat ga ik hierna doen? Ik ga met de blush twinkle, en dat is dus geen bouwblush, maar dat is de glitter, die je gebruikt als een lak. Daar ga ik eerst een glitter bij aanbrengen bij de cuticle. En deze glittertjes, deze lak, die is eigenlijk perfect voor dit doeleind. Omdat hij glittert heel erg, maar hij is heel dun. Prachtig. En hij verloopt ook heel makkelijk. Het is net een fleek, hè, als je hem zo ziet liggen. Ja, mooi. Toen ik hem ook zag, dacht ik ook echt dat er vleekjes in zitten. Ja, is dat zo? Nee, dat is niet zo. Maar wel. Je krijgt ze in ieder geval niet kapot geduwd, laat ik het zo zeggen. Het zijn wel hele deeltjes. Maar het is echt... Ja, het is heel mooi. Het shined je tegemoet. Oké, het laagje wat ik nu ga neerleggen, daar ga ik wel de vorm van de cuticle al mee volgen. En dan ga ik zorgen dat hij hier netjes ligt. En dan ga ik hem hier een beetje uitblenden. Dus het is best wel een stukje wat ik neerleg qua breedte, diepte. Ja, je vult hem echt wel flink op. Het is niet zomaar een verdwaald glittertje. Nee, het is niet echt een heel dun randje. Ik wil wel echt dat er duidelijk een gedeelte ligt. En ik denk dat als je dat vertaalt naar de natuurlijke nagel met een blushlengte, dat die dan 1/5 zal zijn. Ja.
Ja, mensen vragen ook dat als ze geen glitter blush hebben, of ze dan ook een glitter gel polish mogen gebruiken of wat losse glitters. Ja, natuurlijk mag dat. Ja. Zorg wel dat het heel mooi plat blijft liggen. Dat mag. En hoe platter het product is wat je bij de cuticle neer wil leggen, hoe makkelijker je het jezelf maakt. Stel nou dat je dat dus inderdaad niet in huis hebt, dan kan je dus ook een losse glitter neerleggen. Die kan je dus al mengen door bijvoorbeeld de base en top, zodat je er in ieder geval een lakvariant van maakt. Dan kan je makkelijker uitblenden. Wat je dan wel even goed moet checken als de glittertjes niet helemaal glad liggen, is dat je dan nog een laagje base en top eroverheen aflakt. Want er komt strakjes komt er nog een heel dun laagje overheen. Maar hij moet in principe wel al glad zijn. Oké. Nou, het laagje is nu wel uitgehard. En dan mogen jullie meekijken. Ik ga nu met de blush Girly. Ga ik een strijklaagje aanbrengen. En dat strijklaagje, dat ga ik tot hier plaatsen. Dus ik kom niet helemaal tot aan boven. Ik bedek niet al mijn glitters. En dat strijklaagje ga ik ook weer in de vorm aanbrengen van de cuticle. En dan ga ik hem gewoon lakken. Een beetje half rond ook. Juist. Ja. Heb je nou een nagelriem die wat rechter is, hou hem dan ook wat rechter. Want hij moet echt parallel lopen. Want anders ziet dat er heel onrustig uit. Je hebt nu een duidelijke rand waar de girly geëindigd is. Dat wil ik een klein beetje gaan blenden. Een heel klein beetje. Het hoeft niet heel erg precies, want de kleurtjes die liggen heel erg dicht bij elkaar. Ja. Maar toch een klein beetje. Nu, girly gebruik je nu, hè? Ja. Ja, vraag van Gemma, ja. Ja. Nu ga ik een extra bolletje neerleggen, want nu wil ik mijn nagel gaan bouwen. Ik heb meer product nodig, want het is een hele grote Colourpop. Ja. Ik zal het wennen op een Colourpop, omdat dat normaal nooit zo'n grote nagel is. Nee, met klopt. Blush. Nou, die trekken we dan zo naar beneden. En ook deze nagel maak ik helemaal non-filing. Als deze nagel niet helemaal netjes is gelukt op je klant, dan ga je hem dus na het uitharden ga je hem filen. Dan ga je hem helemaal netjes maken. Dan gaat er een dun laagje glassy overheen. Weer voor je plaklaag. En dan ga je dus weer beginnen met je ombre. Want naderhand kan je de nagel dus niet meer bijfeilen. Want dan zou je dus je ombre weer wegfeilen. Ja, ja, ja. Nou, ik hou nu even ondersteboven. Een beetje levelen. Eens even kijken. Nu controleer ik nog extra of deze lijn ook netjes ligt. En dan gaat hij voor 1,5 minuut in de lamp. Ja, en dat is natuurlijk een heel mooi stukje tijd wat wij kunnen wachten. Dan kan Angelique ook eventjes rustig voor zich uitstaren en een beslissing maken wat voor kleur ze nu gaat gebruiken voor de volgende stap. Ik vond dit al eigenlijk lekker snel gaan, dus we zijn sneller bij de helft van die nagel dan dat ik dacht. Maar we hadden natuurlijk 2 weken geleden de show van de nieuwe producten en daar hoorde ook een mooie opdracht aan. Dat was de opdracht Posh and Pretty. Een drieluik en de inspiratie was inderdaad de Posh and Pretty, wat Jessica natuurlijk aan jullie heeft gegeven. En er waren natuurlijk ook, ik heb nog niet iedereen gezien, dat is jammer, maar jullie gaan vanavond allemaal in de groep plaatsen, dus ik wacht af. Daar zijn natuurlijk een aantal winnaars uit voortgekomen. En dan gaan we gewoon, we gaan niet beginnen bij de eerste winnaar. Ik ga eerst eventjes een stukje tekst oplezen wat Jessica daarbij heeft geschreven. Van deze winnende set, zegt Jessica, dit vind ik dus een mooie set die de juiste vibe heeft, bijpassend bij het thema. Simplicity Art past er perfect bij, heel chic door de gouden swirls en pretty door het softe kleurgebruik en dan ook nog eens goed toe te passen in de salon. Nou ja, misschien ben jij het wel. Mooi gedaan, zegt Jess. Laten we kijken wie de winnaar is. Dat is Linda Schaafsma en inderdaad, prachtig.
Prachtig. Ja, heel erg mooi. Ja, echt posh and pretty inderdaad. De chrome ook erbij is ook waanzinnig. Mooie foto trouwens ook. Dat vind ik ook wel leuk als die foto er mooi uitziet. Gefeliciteerd met je gewonnen prijs. We gaan straks nog even kijken wat die ook alweer was. We hebben nog een tweede winnaar natuurlijk. Ga ik eerst het riedeltje weer doen. Wauw, wat vind ik deze set prachtig in kleurgebruik. Heel erg chic en girly. Perfect passend bij het thema dus. Je laat verschillende nail art technieken zien en hebt toch de eenheid en rust weten te behouden in het geheel. Een prachtig plaatje en een terechte winnaar in mijn ogen. Very, very posh. Ja, dat klopt wel bij de persoon. Nu even naar het eindresultaat kijken. Ja, ja. Hallo, prachtig. Rosalie van der Veen, Grootjans, gefeliciteerd. Wat is dit mooi. Super toffe foto. En ook, ja, zeker heel girly, prachtig gemaakt. Echt een kunstwerk. Gefeliciteerd, supermooi. We hebben nog een winnaar. Gaan we even kijken. Oh my god, ik hoorde het er gewoon zeggen. Oh my god, kijk nou. Deze lady is gewoon posh en pretty. Heel erg mooi gedaan en wat een details heb je erin verwerkt. De hoed, de sieraden, het tasje. Wauw. Dik verdiend en een terechte winnaar. Wilma van Beek, my god. Angelique. Dit is toch echt geweldig gewoon. Echt niet normaal. Ja, dit is echt... Wilma van Beek, geweldig. Ja, ja, heel erg mooi. Van harte gefeliciteerd. Het is echt prachtig. Ook weer zo'n mooie foto. Leuk om te zien hoe jullie daar ook echt je best voor doen. Maar wat een kunstwerk is dit. Ik ben echt benieuwd hoe lang je daar nou mee bezig bent geweest. En wat de klant zou moeten betalen als ze dit op haar nagels wil. Het is echt adembenemend mooi. Wat was ook alweer de prijs die jullie gewonnen hadden? Deze prachtige gel polish collectie. Posh and pretty. Prachtig mooi. Er is trouwens ook een foto, een poster van verkrijgbaar van deze mooie afbeelding. Als jullie dat willen. Ja, prachtig. Heel mooi. Supermooie prijs. Heel veel plezier natuurlijk met jullie gel polish kleuren. En ja, post alles lekker in de groep. Dan kunnen we er nog eventjes een keertje naar kijken. En dan kunnen we ook even kijken wat de rest allemaal gemaakt heeft. Dus ik ben reuze benieuwd. Maar we gaan door. Snel door met Angelique. Want die gaat het tweede gedeelte van de nagel laten zien. Ja, ik ga deze keer ga ik de... Oh, ik kan deze naam zo niet uitspreken. Bougainville. Ja, Bougainville. Zijn die prachtige, mooie roze bloemetjes. Nou, ook de kleur die ik op mijn nagels draag. En ook echt wel een van mijn favorieten. En daar ga ik dus de laatste mee maken. En als die strakjes in de lamp aan het uitharden is, ga ik jullie ook nog even snel laten zien wat je eigenlijk ook nog meer kan creëren met de neon blushes. Want die kan je dus ook onderling mengen. En daar ga ik geen nagel meer mee maken, maar ik ga jullie wel laten zien wat voor leuke effecten je daar ook nog mee kan maken. Nou, als ik nu weer ga sponsen, ga ik dus een dunne streep, want ik gebruik nu maar één kleurtje, ga ik weer neerleggen. En die gaat weer naar deze kant. Dan ga ik... met deze prachtige kleur waarvan de naam niet makkelijk rolt. Bougainville. Je moet hem ook niet meer op je eigen nagels doen, want dat brengt alleen problemen. Nou, ik had gehoopt dat ik hem dan uit mijn hoofd zou leren, omdat iedereen dan vraagt, oh, wat is dat voor een mooie kleur? Ja, en iedere keer... snap ik, maar je kunt ook kijken of je de nummers kan onthouden. Misschien nou, dat makkelijk is. Dat... Nee, het is inderdaad een lastige naam. Je bent niet de enige die er moeite mee heeft. Ja. En nou begrijp ik ook dat als je helemaal into de planten bent, dat je dan ook al deze naam kent. Alleen ik, bij mij werkt dat ook gewoon niet. Mijn planten die overleven het nooit. Misschien dus... dat genoeg reden is dat je het niet in je hoofd wil blijven zitten. Ja, ik had een vriendin die is gek op Bougainville. En ik weet, May is ook helemaal gek op Bougainville. Dus ik hoor hem nog wel vaak voorbij komen. Ja. Dat scheelt. Nou, prachtige kleur. Niet. Ja, hij is echt heel mooi, maar... Maar je wilt er niet over praten. Nee. Snap het. Nou, ik ga dus nu weer met de andere kant. Ik heb deze net gebruikt. Nu pak ik deze kant. Dat kan op zich wel. Dan ga ik wel de andere kant doen, want anders is het vervelend kijken. En dan ga ik weer stempelen. En sponsen. Nu zie je hier een harde lijn in. Die wil je dus niet over gaan stempelen. Die wil je niet overbrengen. Dus deze heb je net wat meer, kost net wat meer tijd om hem te blenden, hè? Ja, want door de deze pigmentatie. Is nog meer gepigmenteerd. Ja. En die ga ik ook echt heel duidelijk naar boven en naar beneden doen.
Oh, Ilja, die heeft vandaag bij jou in de les gezeten. Ja. En ze heeft deze kleur ook gekocht. Ze kan niet wachten om hem te gebruiken. Nou, dit kan jij zeker doen. Volgende week in de les mag je ze weer laten zien. Op je eigen nagels. Oké. Okay. Spannend. Kom maar. Nu ga ik weer op deze manier stempelen. En ik ga zachtjes ga ik stempelen. Deze is echt meer gepigmenteerd. Ja. Dus hier zie je het ook sneller op. Ja. Oké, okay. Ik zie nu wel een pluisje. Ja. Ja, die camera's zijn echt unforgiven, zegt Pepijn ja, altijd. Dat. Ik ga je ziet alles. Deze. En op zich is dat niet heel erg. Maar net. Oké, wat heb ik nou net gedaan? Ik heb met mijn pusher, de scherpe kant, heb ik het pluisje weggehaald. En als je er dan daarna weer overheen sponst, dan is het vlekje weer weg. Ja. En dan kan je weer. Nou, die gaat er dus in. In de lamp, 10 seconden. En dan gaan we weer een nieuw laagje acryl. Ja, ik dacht dat ik ook, niet te goed op zat te letten. Lisette zegt nu niet eerst een laagje acrylpoeder. Ja, die zat er al op. Ja, ja, ja. En het grote verschil, in principe zou ik hem nu in één keer dekkend kunnen doen. Alleen dan heb je kans op een harde laag. Of een harde lijn. Mm-hmm. Als ik hem nu met de acrylpoeder ga strooien, wil ik niet dat er over de glitters heen. Oh ja. Juist. Dus tricky. Voorzichtig voor de glitters. Juist. En ik heb het uitgeprobeerd en op zich is het niet heel erg. Je ziet er niet heel veel van. Maar toch is dat iets wat je eigenlijk niet wil, omdat hij toch een beetje troebel wordt. Ja, ja, ja. En dat wil je niet. Mooi, ja. Dat mat ook zo. Deze. En dan gaat hij. En dan ga ik opnieuw weer sponsen. Als je dit zeg maar in je salon doet en je zou het op meerdere vingers doen, heb je daardoor tijdwinst. Omdat je dan dezelfde handeling vingertje na vingertje kan doen. Ja, en je ziet nu al, Giel zei, oeh, buiten beeld. Maar het maakt niet uit. Nee, met het... met de paper pallet was je buiten beeld. Maar dat is wat je in de salon natuurlijk ook doet. Hè? Ja. Nu zit Angelique natuurlijk allerlei bewegingen te maken, zodat jullie het zo goed mogelijk kunnen zien. Maar in de salon bonjour, je hem er dan natuurlijk gewoon veel sneller doorheen. Juist. Mensen vinden het nu al mooi. Ja, en dit. Ja, prachtig. Is echt heel subtiel. En je kan hem zo laten voor iemand die eigenlijk een kleine toevoeging wil. Maar je kan hem ook iets meer omhoog doen. Ja. En dan kan je zo op die manier kan je hem zeg maar helemaal gaan maken zoals je zelf wil. En zoals je klant ook wil. Je hebt nu in ieder geval de mogelijkheid om overal een blend op te maken die helemaal vloeiend is. Nou, deze hebben jullie nu ook gezien. En die heb ik al kant en klaar. Dan hoeven jullie ook niet te wachten op mij totdat ik hem heb afgelakt. En dan ziet hij er dus zo uit. Ja, tof. Mooi ja. Hoor, hè? En als je dat dan zou dragen in een setje, dan heb je hem dus op deze manier. Prachtig. En ik vind altijd dat op één tipje kan je wel redelijk zien hoe of wat, totdat je er dan een aantal naast elkaar legt en dan zie je pas echt de magie. Ja, het is heel mooi hoor. Je moet inderdaad wel ook kijken dat het allemaal op de juiste hoogte zit. Hè? Ja. Dat is natuurlijk wel altijd toch een dingetje. Of je hem nou met powergel opbouwt, of je nou op deze manier doet. Of met een airnails, met het airnails systeem. Je moet zorgen dat het natuurlijk allemaal dezelfde, ja, op dezelfde, dat het op dezelfde manier gemaakt is. Mensen vinden het super tof, Angelique. Geweldig, zegt Anja. Ja, heel mooi. Prachtig, wauw, prachtig. Wauw, deze vind ik geweldig. Er zijn heel de avond zo ongeveer rond de 90 kijkers geweest. Dus mensen vonden het echt heel leuk om te bekijken. Cindy zegt super, zo ontzettend mooi, super mooi, super gaaf. Weet je Angelique, na zo'n live is het altijd belangrijk dat je nog eventjes
lekker op je telefoon gaat kijken, nog eventjes op je gemak, ja, de comments doorneemt. En misschien dat je zelf nog ergens een antwoord op kan geven. Ik geef natuurlijk ook antwoord al tikkend, omdat ik jou natuurlijk ook lekker in je gang wil laten gaan. Dus ik zou het allemaal eens eventjes lekker doorlezen. Strakjes. Dat ga ik zeer zeker doen. Hetgeen wat ik jullie ook nog graag wil laten zien is... we hebben natuurlijk 4 neon kleurtjes. We hebben 4 nieuwe kleuren. Maar die kan je dus onderling ook mengen. Dus deze techniek kan je met heel veel verschillende kleuren maken. En wat ik dus heel erg leuk vind is de neon blue. Als je meer blauw gebruikt dan roze. En hier zou je trouwens ook gewoon een blushnagel mee kunnen maken. Dan heb je weer een nieuwe kleur. Ja, inderdaad. Yes. Maar die kan je dus ook gebruiken om te sponsen. En dan krijgen we mooi paars. En dan krijg je paars. Ja, zo kun je eigenlijk je eigen blushkleuren maken. Hè? Juist. Dus met al die kleuren die we nu hebben. Juist. Leuk hoor. En daar hoor, kan je ook echt onwijs leuk mee sponsen. En deze twee kleurtjes, die worden zo leuk ook samen. En zo kan je verschillende kleurtjes, tintjes mengen. En op die manier kan je bijvoorbeeld deze gebruiken op de pink. Dan zou je 2 keer een ombre in een set kunnen doen. En op die manier kan je er echt onwijs leuk mee spelen. Ja, want eigenlijk geef je dan mensen eventjes een beetje een idee van... nou oké, dan kan je een setje maken. Maar je kunt ook dan kleuren met elkaar mengen om de juiste kleuren te krijgen. Dat het die kleuren los van elkaar gebruiken, die kleuren mengen. En dan de ene met glitter, de andere niet. Nou ja, jullie kunnen het wel uitzoeken, denk ik. Juist. En zo is het denk ik ook weer heel erg leuk om bijvoorbeeld de roos of de andere nieuwe tinten om die... ook eens gaan kijken van, goh, wat kan ik daarmee doen als ik hem bijvoorbeeld meng met de geel. En op die manier kan je echt een onwijs leuke kleurenpalet bij elkaar toveren. Waardoor je dus ook een heel groot aanbod hebt van je ombre. Ja, nou zeker. Weet je, Angelique, we willen straks nog wel eventjes alle tips bij elkaar zien. Wat je hebt gemaakt, wat je hebt aan inspiratie. En in de tussentijd ga ik voor jullie eventjes een paar screenshot momentjes in het leven roepen. We gaan namelijk nog even het huiswerk doornemen. Dus screenshotten als een malle. Dit is de huiswerkopdracht. 3, 2, 1. Angelique, screenshot. Ja, ik kan het echt niet. En dan gaan we even kijken naar de regels. Nou, Pepijn op het moment ook niet. Dit zijn de regels. Dus in 3, 2, 1. Een screenshot. En natuurlijk nog eventjes de prachtige mooie prijs die jullie kunnen winnen. Even screenshotten gewoon, zeg ik altijd, voor op de koelkast. Motivatie. 3, 2, 1. Screenshot. Ik ga het wel een keertje leren. En dan gaan we nog voor de laatste screenshot even terug naar de tafel van Angelique. En die heeft daar de voorbeeldjes die zij heeft gemaakt even bij elkaar gelegd. Ja, ik heb deze voorbeeldjes, of deze heb ik natuurlijk al laten zien. Deze heb ik net gemaakt, dat is meer een naturel tintje. Deze is gemaakt met een blauw-paarsige tint. Hebben jullie niet gezien, maar is ook mogelijk. Thuis heb ik een heel groot scala met allemaal verschillende kleurencombinaties, alleen die lagen thuis. Want op het moment dat ik dus vandaag horen kreeg dat ik hier de live ging doen, was ik al hier. Dus die houden jullie nog van me te goed. En die ga ik ook posten, zodat jullie meer kleurideeën hebben. Maar voor Okay. nu... Nou, weet je, Angelique, we zijn al hartstikke blij dat jij er bent vandaag. Anders had ik het misschien wel moeten doen. Laten we hier even lekker een screenshot van maken. 3, 2, 1. Een screenshot. En dan, Angelique, wil ik ze nog even op een rijtje. De losse Colourpops. Colourpop nummer 1 eventjes enkel in beeld. Speciaal voor Gil. In 3, 2, 1. Screenshot. En dan de tweede. De dubbele. De dubbele is inderdaad. Mat. Ja, prachtig. Dit is wel mooi hoor. Ik ben blij dat je die ook nog even hebt gedaan. Nou hè. Screenshot. Je moet wel aftellen, want anders doe ik niet met nee, je mee. Nee, maar ik denk, dan zijn we er snel doorheen. En de laatste nog een keertje. En die. Oké, Angelique, de laatste. 3, 2, 1. Screenshot. Screenshot. Ik lijk wel een kerel. Dankjewel, Angelique.
Nou, graag Angelique, gedaan. Ik vond het super fijn, hartstikke leuk dat je er was vandaag natuurlijk. Je was les aan het geven en je kon gelukkig nog eventjes blijven. Want jammer, Pepijn, als je nog kijkt, ik hoop echt dat je morgen een beetje beter voelde, want je had echt geen stem meer. Je hebt echt even rust nodig. En Angelique, jij hartstikke bedankt dat je er was natuurlijk. Echt prachtig wat je nog even uit je mouw hebt geschud. Gewoon op een tip, gewoon even zonder model, doet ze gewoon. Dank je wel, lieverd. En ik wil nog eventjes het woord aan jou geven. Dank jullie wel allemaal voor het kijken. Ik hoop dat jullie in ieder geval een stukje magie hebben meegekregen met wat je nu hiermee kan. Ik ben onwijs benieuwd naar jullie inzendingen en leuke kleurencombinaties. Helaas inderdaad niet op een model, maar ik hoop dat jullie daar in ieder geval op deze manier wel wat aan hebben gehad. En ik wens jullie allemaal een fijne avond en hopelijk weer tot de volgende. Zeker. Een hele fijne avond gaat het zeker worden. Straks lekker onderweg naar huis nog eventjes de boel hier opruimen. Angelique, nogmaals voor de laatste keer. Hartstikke bedankt dat je natuurlijk bij ons was. Gil, bedankt voor de knoppen en voor het mooie beeld weer. Jullie bedankt voor het kijken natuurlijk. En we sluiten af met een prachtig commercial van Henriette's Choice. Doei!